Yo beste kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag een beetje een update video en misschien voor jullie wel een hele leuke video. Want er is namelijk goed nieuws. En dat is dat ik dadelijk weer net zoals vorig jaar terug wil naar 5 video's per dag. Dat betekent dat elke dag daar om 9 uur, om 11 uur, om 1 uur, om 4 uur en om 6 uur een video online gaat komen. En ook nog vaste video's. Dat betekent dat elke ochtend om 9 uur is er een Mindtopia video. Om 11 uur is het een random iets of een random game. Dus het kan een update video zijn, het kan een vlog zijn en het kan een montage zijn. Het kan eigenlijk van alles nog wat zijn. Dan vervolgens om 1 uur is er een Minecraft video, dus Minecraft minigames bijvoorbeeld. Vervolgens om 4 uur komt er een GTA video online. En om 6 uur sluit ik het af met een Call of Duty video. Dit ga ik proberen om vanaf morgen elke dag op de juiste tijdstippen te gaan uploaden. Vandaag komen er ook al waarschijnlijk 5 video's online. Alleen de tijden die zullen iets kunnen verschillen met het schema. Maar daarna kunnen jullie dus elke dag eigenlijk gewoon om 9 uur, om 11 uur, om 1 uur, om 4 uur en om 6 uur een video gaan verwachten. Waarschijnlijk denken sommigen van jullie van, hey, dat zijn veel video's. Ik weet, het zijn heel veel video's, maar voor iedereen zit er wat tussen. De ene houdt van GTA, de andere houdt van Minecraft, de andere houdt van Call of Duty. En waarom ik ook Call of Duty heb ingepland als een vaste game, dat is omdat ik dadelijk Call of Duty World War 2 volop wil gaan spelen. Dus ook de aandacht in dat spel wil kunnen gaan stoppen. En ik krijg, als het goed is, morgen een nieuw SD-kaartje binnen. Want op dit SD-kaartje kon ik maar maximaal 20 tot 40 minuten opnemen. Daarom ook dat het altijd zo fout ging in sommige opnames. Maar met mijn nieuwe SD-kaart kan ik dadelijk meer dan 4 uur achter elkaar opnemen. Dus dat betekent ook dat ik ook makkelijker bijvoorbeeld 2 of 3 sessies kan opnemen van Call of Duty. Waardoor ik dus ook gewoon een voorraadje kan opbouwen. Ook dadelijk op het moment dat ik bijvoorbeeld een dag niet kan uploaden, dan staan er dadelijk video's klaar. En dat heeft te maken omdat ik dadelijk gewoon, al wat ik zeg, ook een nieuw SD-kaartje heb. Ik heb wat nieuwe dingen. Zo neem ik GTA voortaan op de PC en natuurlijk ook af en toe wel op de PlayStation. Maar als ik op de PlayStation zit, neem ik een hele sessie achter elkaar op de PlayStation en dat soort dingen. Dus daardoor ook dat het sowieso gaat lukken om dadelijk die 5 video's per dag te gaan uploaden. Ik had er heel veel zin in. Bij Mindtopia kun je gaan denken aan de nieuwe storyline die er komt. Een storyline is dus dat ik vanuit mijn eigen beeld praat, dus vanuit het poppetje praat. En die heel veel leuke dingen gaat meemaken, of misschien ook wel enge of rare dingen. En natuurlijk gewoon de updates van hey, hoe staat het ervoor met de bedrijven en dat soort dingen. Op Call of Duty ga ik onder andere Black Ops 3 uploaden. En natuurlijk dadelijk World War 2. Ook Infinity Warfare ga ik dadelijk uploaden. En op GTA wordt het vooral races en misschien ook wel af en toe een Last Team Standing of andere toffe dingen. Het hoeft niet altijd te zijn dat het gewoon achter elkaar allemaal is. Maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld een leuke... Ja, het kan echt van alles en nog wat zijn. Laat ik het daarop houden. Dus laat je gewoon lekker verrassen wat er allemaal online komt bij de random games. Dan kan ik jullie ook even uitleggen wat daar gaat komen. Ik ga namelijk beginnen om dadelijk weer iets meer dingen te gaan uploaden. Omtrent bijvoorbeeld een vlog of iets anders wat met mijn camera te maken heeft. Experimenten, dat soort dingen. En dat komt dan dadelijk om 11 uur online. Of het komt natuurlijk een random game online waar jullie zoiets van hebben van wat de heck is dat voor een spel komt. Nou ja, dat is dus een beetje de update. Hopelijk hebben jullie hier iets aan gehad. En laat even weten in welke video's jullie het meeste zin in hebben. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een nieuwe video hier op dit kanaal.